Dames en heren. Leuk dat jullie zijn bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Barend en zoals je kan zien, ik heb zo'n kalimba gekocht laatst op internet. En hij is wel cool. Leuk dat jullie zijn gekomen bij een nieuwe video van mijn kanaal. Vandaag gaan we het natuurlijk weer hebben over bam 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 fingerboardjes. Het leek mij leuk om vandaag jullie de 5 trucjes die ik als eerste heb geleerd en waarschijnlijk jullie ook zullen leren als jullie gaan fingerboarden. Deze trucjes zijn van makkelijk tot heel makkelijk tot echt wel moeilijk. En omdat de ene wat moeilijker is dan de andere, ga ik het ook een beetje op die scaling gooien. Dus nummer 1 is het makkelijkst, nummer 5 is het moeilijkst. Ik ga jullie een klein beetje tips geven, maar geen volledige tutorials, want daar kan ik veel beter er andere video's over maken, omdat dat allemaal net wat langer duurt. Zoals met eigenlijk bijna alles een instrument spelen, heel goed zijn in Call of Duty of whatever, is het ook gewoon practice make perfect. Gewoon vaak doen, veel oefenen en dan kom je er wel. De ene truc is makkelijker dan de andere truc. Dus ja, ik ga jullie nu gewoon de 5 trucjes laten zien waarvan ik denk van hey, dat zijn leuke trucjes om makkelijk te leren en om cool te doen bij je vrienden, want er zitten wat show-off trucjes bij die stiekem heel makkelijk zijn, maar je kan doen alsof ze heel moeilijk zijn. Dus kijk mee, dit zijn de 5 trucjes. Oké, trucje nummer 1, dat is de shuffit. Je hebt ook de pop shuffit. Daarmee gooi je hem iets in de lucht en dan pas draai je hem. Dat is wel iets moeilijker, want dan moet je hem poppen. Maar de shuffit is de makkelijkste truc om te leren. Want dat is alleen een kwestie van een 180 graden draai te maken. Zo kan je het op een gegeven moment ook anders doen door met je wijsvinger te proberen. Nou, dat is al een stukje moeilijker. Het ziet er super cool uit en stel nou je doet een trucje, bijvoorbeeld even een simpele ollie en dan doe je een pop shuffit erachteraan. En dan ziet het er gewoon al toffer uit. Trucje nummer 2. De ollie. De ollie is een makkelijk trucje om te leren en op zich ook wel het eerste trucje wat je zou moeten leren. Want vanuit de ollie kan je veel andere dingen doen. Het is lastig om hem van de grond af te halen. Ik heb hier een tutorial van. Die tutorial staat in de beschrijving. Check hem als je hem nog niet hebt gezien. Maar de ollie is op zich een simpel trucje. Wat je dan kan proberen is de possible. Ik heb het zo genoemd, want ik heb hem... Nou, hij zal vast al wel een keer bedacht zijn, maar ik weet niet hoe die heet. Ik weet wel hoe een impossible heet en hoe dat is. Een impossible, wat je dan doet is, je springt hem in de lucht. Hij gaat om je middelvinger heen en dan ga je weer door. Even kijken of het me lukt. First try. Nee, oké. Okay. Alleen je ziet dat, dit is wel moeilijker. Dus ik heb ervan gemaakt de possible. Wat je dan doet, is je gaat met je vingers, ga je zo, bop, dat die op je vingers komt te liggen. En dan draai je hem om en dan ga je je vingers er weer erop. Zoals je kan zien is dit gewoon eigenlijk een big flex move. Het is een simpel trucje, want je hoeft je vingers eigenlijk niet heel veel kracht te zetten om hem op je vingers te krijgen. En het enige wat je dan hoeft te doen is met je wijsvinger omhoog te gaan. En hij gaat eigenlijk al bijna automatisch alweer goed. Alleen de bedoeling is dat je dus een goede timing hebt, waardoor je wijsvinger alweer gelijk landt. Waardoor het er oké uitziet en niet een beetje gek. En probeer dit trucje ook uit. Ik doe dit heel vaak als ik Call of Duty aan het spelen ben. Dan doe ik gewoon meestal, als ik tussendoor, dan doe ik gewoon even zo. Ben ik bezig of ik ben aan het shoffen, aan het doen of aan ollie aan het doen. En ik doe het gewoon de hele dag door. Dan gaan we nu naar de volgende truc. En vanaf nu is het wel een beetje van, oké, ik ga ervan uit dat je de ollie kan. Want de volgende truc is dit. De kickflip. De kickflip is natuurlijk een trucje die iedereen wel kent. Als je de ollie kan en je kan de shuffit en je kan de possible, dan is de volgende stap denk ik toch echt wel de kickflip. Met de kickflip, het is heel simpel. Je springt, je draait je boordje en je landt hem weer. Dit is gewoon een kwestie van oefenen. Ik kan er een tutorial van maken, want je moet je vingers toch wel anders leggen. En je moet het toch wel een beetje anders doen. Maar vooral veel oefenen. Ik deed elke dag denk ik minimaal 10 kickflips voor de afgelopen maand. En op zich gaat het nu aardig. Alleen het moet nog steeds, het gaat nog steeds wel eens fout. Maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk kickflips te doen. Oh, nou, oké, dat ging bijna heel goed. Maar nou, zie je zo... De ene keer overroteer je, de andere keer onderroteer je. Zoals nu had ik alleen maar een halve draai in de lucht. Het is gewoon een kwestie van oefenen. En het weten van, oké, als ik nou dit doe, dan doet hij het goed. Maar als ik nou dit doe, dan doet hij het niet goed. Ik kan hier een tutorial over maken, want ik heb op een gegeven moment een tutorial gekeken. Toen dacht ik van, dit helpt wel. En toen ging ik proberen en toen helpte het niet. En toen heb ik zelf een beetje een weg gevonden in hoe ik het makkelijkste mijn kickflips kan doen.
Maar zoals je kan zien, ook gaat het af en toe nog fout. En het is gewoon een kwestie van heel vaak oefenen en heel vaak doen. En dan de vijfde en laatste truc. Dit is op zich wel de moeilijkste truc. Het is een tray flip. Waarom heb ik deze er wel bij gezet? Omdat eigenlijk als je gewoon een beetje maar dit doet met je hand, dan gaat het bordje al alle kanten op. En dan roep je tray flip en dan is het een tray flip. Het ziet er ook nog super tof uit. Dus als je bijvoorbeeld iemand wil showen hoe goed je bent in fingerboarden en je doet dit en je landt hem per ongeluk, dan denken ze wel van, oh damn, hij is goed. Een tray flip, wat is dat nou eigenlijk? Een kickflip en een 360 tegelijk. En je kan deze truc gewoon laten zien alsof je het super goed doet, maar als je het gewoon een beetje zo doet en je landt iets, dan ziet het er gewoon tof uit. Maar de tray flip vergt wel veel oefening en als je hem echt consistent wil doen, moet je het gewoon heel veel oefenen. En je moet wel weten hoe je je vingers wel een beetje moet neerzetten, want het is net weer anders dan met een kickflip. Alright, dat waren 5 trucjes die op zich makkelijk zijn om te leren met fingerboarden. Het is eigenlijk net als alles. Je moet even beginnen en je moet er doorheen bijten. Zodra je de ollie kan, geloof me, dan wordt het leuk. En probeer jezelf aan te leren door je vingers op echt speciale manieren neer te zetten. En niet gewoon random doen. En als het dan random lukt, dan blijft het zeg maar random. Maar als je denkt van oké, ik wil een kickflip per se leren. Zorg dan dat je de kickflip over en over en over doet. Waardoor dat gewoon makkelijker gaat lukken. En probeer als je een trucje probeert te doen, het visualiseren van oké, ik wil nu een kickflip doen. Hoe ga ik dat doen? Wat ik veel heb gedaan is gewoon zo. En dan gewoon letterlijk doen alsof ik het zou doen. Oké, en dan ga ik het oefenen. En dan doe ik het. En dan lukte het gewoon in één keer. Dus dat is ook wel een tip die ik jullie mee kan geven. Mocht je nou een tutorial willen voor een van de trucjes die ik heb laten zien, laat dat even weten in de reacties. Ik vond het in ieder geval weer leuk om een video te maken. Mensen denken van, oh, is die jongen dat dan nog niet zat? Nee, zeker niet. En nog ander leuk nieuws. Ik heb vakantie, dus er gaat veel content komen. Alright, verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Leuk dat jullie deze video hebben gekeken. Ik hoop dat jullie wat aan deze trucs hebben. En probeer ze ook. Gewoon van 1 tot 5, elke keer achter elkaar. En op een gegeven moment gaat het beter worden. En dan kan je over naar de pro-tricks. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En ik zei net al tot de volgende keer. Dus nu kan ik het niet nog een keer zeggen. Maar tot de volgende keer.